krijg je, dat is natuurlijk een schitterend initiatief om uiteindelijk hier toch weer de glorie, zoals hij destijds ook was, gewoon in ere te herstellen als oude pastorie. En dat er ook een bierlokaal bij komt, ja, voor mij is dat weer iets nieuws. Ook weer een aanwinst voor Hoge Rijden en ook natuurlijk ook voor de mensen van buiten Woensdrecht. Ik ben hier gekomen toen waren ze nog volop aan het werk. Ik heb zelf hier ook een bijdrage geleverd qua tegelwerk. Ja, nou kom je hier regelmatig en je ziet het op een gegeven moment gewoon groeien. En dat is gewoon, dat is gewoon hartstikke leuk. Ik heb er een goede indruk van gekregen net. En ik gun Ruud een hele goede tijd hier en een leuke omzet. Het is een prachtig, waanzinnig pand. Het is echt, een straalt warmte uit en sfeer en gezelligheid. En ik denk dat wij heel vaak komen borrelen en dineren hier. Dus superleuk. Ja, heel mooi. Ja, mijn naam is Ruud de Weert. We zijn nu bij de pastorij in Hoge Rijden. Vandaag de opening en het is een heel vreemd, maar heel goed gevoel. Ik ben ontzettend trots dat we het op zo'n korte tijd hebben gerealiseerd en nu kunnen we lekker aan de start. Het wordt een restaurant wat 7 dagen in de week geopend is, voor lunch, borrel en diner. En we hebben ook een bierproeflokaal waarin meer dan 100 speciaal bieren te krijgen zijn. En het is eigenlijk een ruimte waar iedereen 7 dagen in de week welkom is vanaf 10 uur voor koffie met gebak, lekker een drankje, goedkoop koffie of voor kleine feestjes en partijen ook.